Welkom bij Vaste Lovens Kriebels. Het Vaste Lovens programma wat u op de hoogte helpt van al het Vaste Lovens nieuws. Met vandaag in de uitzending het prins uitropen van... De prins van de buizers. Alsjeblieft. Wim zit je? Ik ben Rob Kessels, Rijbloem. En dicht bist? Ik ben Maaike Derks. Zeg, en waren het een verrassing? Ja, voor ons nee, maar voor de zaal wel. Voor de zaal wel, wat nemen ze in de gaten? Nee. Dus waren het Johnson nog niet? Ja, dat klopt. Je bent ook niet getipt geworden? Nee, bino, maar nee, ik heb je schranig geprobeerd. Netjes. Ja. Zeg, en vertel eens, ben je ook op de knieën gegaan? Ja. Dat duurt erbij, hè? Zo hoort dat inderdaad. Romantisch momentje. Ja, midden in de zaal was het heel romantisch. Super. Zeg, en wat gaat er nu gebeuren? Vertel het. Neem ons eens even een smid. Wat gaan we allemaal meemaken? Nou, we gaan dadelijk... Wat gaan we dadelijk doen? Hey, niks. We gaan... 8 februari hebben we nog een dansavond. Waar iedereen kan komen dansen. Maar dat hoor ik al. Ja, dat is zeker. Dat is echt zeker, ja. Ben je er helemaal klaar voor? Ik wel. Maaike weet ik niet, maar ik wel. Maar ik zie dat in gezicht. Je hebt er wel zin in, of niet? Ja, we hebben er zin in, ja. Schoon. Dan wensen we een heel schoon seizoen. Dankjewel. Dankjewel, hè. Dankjewel. Uurtjes ingeslagen of niet? Oh, de laatste paar minuten denk ik. De laatste half uur oké. Okay. Oeh, dat geeft wel snel nu. Ja, dat geeft wel snel. Stel ik van 11 minuten druk tellen dan al? Ja, zo gaat het. Zo gaat het, ja. Wim Bussen. Ik ben Tim Koenen. Goed. Hey Bloem. Hey Bloem. Nou, ik ben hier geen prins. Ah, nee, ja, oké. Okay. Ja. Ja, dan minimaal of niet dan? Ja, dan wint ze het niet. Nee. Want op een gegeven moment zijn ze goed gezocht in zo'n dorp, of niet? Ja, denk ze dat ze een waardige opvolger hebben gevonden? Jawel. Ja? Ja. Ze zijn nog lang niet goed gezocht. Wie was het seizoen voor dit? Ja, geweldig. Geweldig. Van het begin tot eind van de uitropen tot nu en daar. Geweldig. Ja, ik weet niet wie ze moet leggen. Het is gewoon... ik zag laatst aan tegen iemand, ze zegt met van de leukste dingen, weet je wel, dat zijn de simpele dingen. Tekeningen was een klein kinderkies en zo. Ja, dat duurde hem, hè. Niet alleen zo'n enorm is leuk, maar dat zo'n klein kind zo goed wordt, dat die zo tekening opdiegen. Dat is geweldig. Dat vindt ze van te beuren, kan ze zich dat niet voorstellen? Ja, kan ze zich niet voorstellen. De cadeaus was een griezig. We straks kregen nog een appje van een deel jongens. Ja, zie je een deel jongen die hebben een keer die zitten nu aan het schrijven, die sturen me een appje. Hey, bedankt voor dit jaar, dat is een prins, maar een fantastische prins, hey, fantastisch jaar en bedenkende. Ja, kan ik ook niet zeggen dat er niks met me doet, vind je geweldig. Man. Dus de kinderen ze iedereen aandraaien? Ja. Wat wil ze tot slot nog zeggen tegen de nieuwe opvolger die dadelijk komt? Ja, ik hoop dat na zo'n jaar geen blijven, misschien wel beter, maar na zo'n jaar geen blijven, zeg. Dat is gewoon alleen zo door, geweldig. Wilt u dan tot slot nog de spreuk zeggen tegen de kiekers van Delta Limburg? Ja, buizels kort en klein, vaste lovendjes voor iedereen.
Straks ook een keer prins als je groot bent. Hoop ik wel. Jazeker.
kind ze dan ook gewoon de laaf zeggen? Ja. Zeg het maar eens tegen de mensen op de camera. Dan duw ze een keer zo. Alaaf. 1, 2, 3. Alaaf. Goed zo. Eigenlijk hier prins te zien, ben ik zo. Ja, ja, ja.
Ja, voor ons een heel goed applaus voor Prinsen. Ja, dat we proberen een prins te pakken, een schone prins, een troggel heb ik begrepen. Ja, dat is die veurig. Wim Bussen. Ik ben Maarten van de school van Roggel en prins Maarten de Tweede. Geboren en getogen in Roggel? Ja, geboren in Weert, maar wel opgegroeid in Roggel. Oké. Okay. Ja, geboren in het ziekenhuis in Weert, dus dat was hier een vloedstapje en dan nog snel naar Roggel. Al die tocht al moet hard snijden, of nee? Ja, klopt. Wie is de vastelovende in de Roggel? De vastelovende in de Roggel, die hebben we al stiekem gestart op 11.11. Ik ben op exact 11.11 ben ik goed geroepen. We hebben al geen activiteiten gehad, dus, maar dat gaat te snel. We zien nu al begin januari, maar we hebben al aardig het gehad. Maar elke keer moeten we denken, we moeten op een rem trappen, want we gaan te snel. Maar dat komt goed. Ja, doet die remmen maar even losgooien, of niet? Sorry? Dat die remmen maar even los, ja, of niet? Ja, en dan ook kijken we al wat te saai is, toch? Jazeker, schoon. Is toch prachtig om dit een keer met te mogen maken, of niet? Ja, als prins zijn dat drukt ze stiekem wel. Maar als ze dan in de peks gaan, dat is geweldig. Ja. En daarom zeg ik, we moeten van elk moment genieten, maar dat komt wel goed. Schoon, en eens even op het prins uitropen van de nieuwe prins, van Heibloem. Wat zult ze nog eventueel tegen de nieuwe voorganger willen zeggen? Ik hoop dat er net zo chic is als wat ik nu al gehad heb, maar een Heibloem kan alles, dus ik ben heel benieuwd wie we het dadelijk gaan weer vooral. Ja, dat zijn we allemaal. Zal er versloten met die spreuk? Is goed. Dan laat gaan. Hier draait het om. Ah, zo. Dankjewel. Ja, gedaan. Dankjewel. God, oh, je bent niet meer van te maken. Zeggen ze. Wie ben je gevraagd geworden? Ja, eigenlijk door mijn beste kameraad. En toen? Verrassen dat ik? Dat verras je mij, ja. Had ze hem niet aan zien komen? Jawel, ja. Oh, toen had ze al 10 jaar gesolliciteerd? Nou, ik zit al 14 jaar in de vereniging. Nee, dat bedoel ik. Ik zeg, het wel tijd dat ze me een keer gaan vragen. En wat heb ze in die 14 jaar allemaal gedaan om op te vallen? Ja, ik heb me eigenlijk altijd heel netjes gedragen. Oh. Ja, ik heb in een bestuur gezeten en alles. Maar voor mijn doen netjes gedragen, zou ik zeggen. Ah, kijk. Ja. Is Gans Heibloem het toch met eens, denk ze? Als ik prins ben? Nee, dat ze zich al die jaren goed gedragen. Ja. Oh, dus dat gaat helemaal goed komen. Die kennen mij. Die kennen dich, schoon. Zeg, en wie zit het met de zenuwen? Ja, het valt met gelukkig. Ja? Ja. Oh, dan spanning de ja, stijgt nog niet ten top. We hebben nog geen beer nodig om dat even te laten. Ik heb al wel een paar puntjes beer op. Okay. Ja, dat chillt. Zeg, wat werd in de spreuk dadelijk? Mijn spreuk werd met 2 vrouwen aan, maar ik heb de box aan. Oké, we zijn benieuwd. Wie werden die adjudanten? Want dit volgens mij zet het al gaat, of niet? Ja, maar dat zint je dadelijk. Dat is kunnen we dat even vertellen. Dus. Dat is nog geheim. Dus, Oeh, dat is nog geheim. Je moet even de oren toe doen, heren. Ja, vroeg is het niet geheim. Nee, ik heb 2 vrolijke adjudantes. Die gaan ik dadelijk pas vertellen wie we net zien. Schoon. Nou, we zijn echt benieuwd dadelijk. Ja. Mogen we dich alvast proficiat wensen en een heel schoon seizoen. Ja, dankjewel. Ik heb helemaal niks verplicht. Zeg, wat zit je hier aan het lachen, heren? Ja, ik ben altijd aan het lachen. Ik lach altijd. Altijd aan het lachen. Je vindt het wel leuk of niet, zo'n uitropen? Ja, zeker. Ja. Tuurlijk. Wat werd het dit seizoen? Ja, schoon was al een seizoen. Ja? Net zoals ieder jaar. Nou, geweldig. En daar dan, hè? Heb ze er zin in? Ja, goed. Ik weet nu hoe in prins weer, dus goed. Ja, dat was gewoon, denk ik, ja. Schoon, er kan het niet weer, of wat? Ja, hij zei zelf in Roggelhuis een spreuk, slechter ken ik het, maar het kan echt slechter, zei hij zelf, dus. Wem zal het schoentje passen, denk ze? Ja, dat weet ik gewoon niet. Spannend, of niet, hadden? Hartstikke.
Dicht niet? Dicht niet. Oh, doe wel het niet. Nee, ik weet het niet. Oké, okay, jammer dan. Oké, okay. We zijn benieuwd. Dat laten we voor een andere over. Goed. Ik kom maar lopen, want ik ben net... Ik loop op voor mij. Ik weet het toch. En de deksel toe lopen. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja. Dus deze sta ik met de opening? Nee. Die is ook naar het podium, hè? Ja, hé, hey, Pier. Dus deze sta ik met de kant, deze is nog voor je. Nee, man. We moeten er goed van met deze kant. Ja, met de afkant. Zo. Hoe is het dan? Ik ben niet aan het we wel rijden. Oh, ja. 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 Dat is rustig aan, hè. We zijn al de ganse linken. Wem kunnen we vragen? Wem kan het bijna? Ik weet nog even. Gaan we stukken. Dan kosten we terugkomen. Zou je die getraind hebben, die zeggen? En die iemand weer. Ik betwijfel het. Oh, zal toch niet gezien dat er niks gedaan is. Kom, ik denk dat we hem vast kunnen. Oh, ei. Heb je getraind? Yes. Yes. Nee? Alle rum mee? Hey, jij hebt geen zin in. Hey, we zijn daar nog een heenvloer. Ja, dat wel. Ja. Ja, dat wel. Dat wel. Ja. Maar dit zei dat we terug moesten komen. Ja, vond je ook. Oh, ik wou nog zoveel met alles. En dan moeten we weer waar we zoeken. Toen blijf je nou fijn af in. Kijk, zeker, die is allemaal verhoggeld, lopen even kieken. Ja, dit kent je wel, roggels heen. Dames, roggels heen. Dit is mijn man. Zeg eens door. Zeg dat door, Piet. Mario, we kunnen kans maken. Kom. Wim is dat? Wim is dat? Ja. Ik ken het niet. Of die mega op de straat stellen. Die mega op de straat. Misschien kan ik jullie even voorstellen. En dan zijn ze een gandrol stikte prinses weer. Zou sticht onze prinses willen werden? Nou, dat weet ik nog niet. En waarom werd ze dat dan nu? Dat is een hele goede vraag. Zullen we die eerst een inburger in schulden stellen? Beste wel geëmancipeerd. Ja. Dat is wel goed. Nou, komt joh. En wil je schulden? Pak me niet. Dan ga ik nog even op zee. Ja? Zullen we samen gaan? Kom. Ja? Wie staat hier? Ja, dat is goed. Een wets naar nooit. Ja, dat is goed. Zet u? Dank je. Mike is al boven goed. Ik heb hem al dan moet je hier zitten. Dan moet je hier zitten. Hij moet. Kerstin Grien. Eigenlijk niet, man. Dat is handig. Kunnen we deze vrouw wat hier met ons komt? Dat is handig. Als hij hier bent. Hallo. Ik wil een accent. Ja, dat weet ik ook niet, maar... Ja, maar waarom ben je dan niet?
ons. Moest jij mee? Maar met wie moest jij mee dan? Met Peter. Maar luister even. Het blad niet is. Het eerste. Hier kan er ook op de vieren. Wat is een reden voor dit om de ganse kamer van het heiligdom te vieren? Dat Peter prins is en ik prinses. Nee, Peter. Prinsessen hebben we geen. We hebben een prins op heiligdom. We hebben een prins op heiligdom. Snel beginnen met ik alles om te hangen, want het is steeds de poepeling om de zaal in te kunnen. Ja, yes, hup. Gast erop, ja. Wat een goeie, jong. Van Peter nog weer de prinses. Ja, dankjewel. Maarten, hoe je dit vragen om onze kerstverse prins te zien de mandje omdragen? We zitten een beetje in de broek, zo is het niet. Er was een paard, er was een onder de mand, hè? Zo werkt dat niet. Ik zal even mij helpen. Steek je de kop omhoog, het stinkt niet, ze hebben een knoop. Prins Jos. Moet ik vragen op Prins Peter, als je de steek op de zak is. Kim, moet ik dan eigenlijk nog vragen om onze kerstverse prins Sine Seppel te geven hoe dat we deze carnaval met kunt regeren? En Pierre, wie vult dat? Lekker! Lekker, Zelda, lekker! Nog een beetje winnen, denk ik? Een beetje winnen. Maar Peter, doe best prins toe, dus kon ik toch een woord geven. Om alleen al de eerste zaken als echte prins te regelen. Zo zeg je, we hebben dat gevonden, ik kan weer door drinken. Ja, welkom allemaal. Ik ben super gelukkig om prins van de Buitenlanders te zijn. Zoals je weet, en zit ik al 14 jaar bij de vereniging. Ik heb in het bestuur gezeten. Het laatste jaar heb ik als adjudant metgedaan. Dus ik heb alle taken eigenlijk wel een beetje gehad. Behalve de ultieme taak. Prins van Heemloon, daar ben ik nu. Ik ben kei blij om dat te zien. Ten eerste wil ik even... Mijn spreuk van dit jaar is... Met twee vrouwen die draad. Maar ik heb de boks aan. Als de eerste keer boef. Als uw vrouw zegt, ik kom er achteraan en maak er een keertje van. Ring het ding as a guy, ring het ding as a guy.